Goedemiddag, welkom bij dit webinar Contractkeuze, georganiseerd door het platform GBW van Piano. Mijn naam is Casper Boendermaker en ik wil jullie het komend half uur meer vertellen over contractkeuzes. Ik werk bij BNG Advies, dat is een onderdeel van BNG Bank. En op die manier ben ik eigenlijk de afgelopen jaren vaak betrokken bij contractafwegingen van rijksoverheden, van provinciale overheden, van gemeentelijke overheden en waterschappen. En daar wil ik jullie eigenlijk wat meer over vertellen. Ik heb het komend half uur 4 onderwerpen die ik graag met jullie wil delen. Ervaringen met traditionele contracten, trends in de financiering van projecten, een overzicht van de contractvormen en als laatste eigenlijk het overzicht van voor welk resultaat moet je bij welke contractvorm zijn. Tussendoor is er ook de mogelijkheid voor jullie om een vraag te stellen. Die kan je gewoon intypen en dan wordt die, als het goed is, hier voorgelegd. En dan neem ik hem gewoon mee in wat ik nu presenteer. Dus schroom niet om dat te doen. En als ik geen vraag krijg, dan ga ik gewoon verder met het verhaal. En ik wou eigenlijk ook nu maar direct doorgaan met het onderdeel ervaringen met traditionele projecten. Eigenlijk ervaringen met grote projecten. Het is een Deense professor, die zie je ook in die sheet hiernaast staan. Dat is professor Flimbjerg. Altijd moeite om de naam uit te spreken. Maar hij heeft onderzoek gedaan wereldwijd naar alle grote projecten. En hij kwam eigenlijk tot een, ja, enerzijds wel opzienbarende constatering. Namelijk dat er bijna altijd sprake is van tijdsoverschrijdingen en grote kostenoverschrijdingen. En waarom is dat nou toch wel bijzonder? Hij zei eigenlijk, en hij kon het ook wetenschappelijk aantonen, dat er een soort systematische overschrijding is. Oftewel, het komt bijna altijd voor. En de kans op een kostenoverschrijding is significant veel groter dan een kans op een kostenondernutting, hè? Dat de kosten niet overschreden worden. Dus daarmee kon hij aantonen dat het een systematische afwijking was. En hij kon het eigenlijk ook wel verklaren. Hij zei van, over het algemeen worden risico's niet goed scherp genoeg geanalyseerd om het project goed op de agenda te krijgen. Op het plaatje onder het hoofd van meneer Flimbjerg zie je ook een plaatje van de Noord-Zuidlijn, het tracé door Amsterdam. Nou, dat is denk ik een van de duidelijkste voorbeelden van zo'n project waarbij de kosten en de planning flink over de kop gingen. En dat is nou precies waarom er een zoektocht is naar slimmere contractkeuzes. En daar gaat dit webinar over. Dus daar wou ik op verder gaan. Voordat ik dat doe, wou ik toch ook nog heel even stilstaan bij trends in de financiering van grote investeringsprojecten vanuit de overheid. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de vorige eeuw kwamen overheden bij de bank en die vroegen: bank, kunt u ons helpen, kunt u ons een lening verstrekken zodat wij onze publieke voorzieningen kunnen financieren. Zodat we wegen kunnen aanleggen, scholen kunnen bouwen, afvalwaterzuiveringen kunnen bouwen. En eigenlijk zag je aan het begin van het nieuwe decennium of van de nieuwe eeuw dat er steeds vaker werd gezegd: we willen eigenlijk meer waarde halen. We willen een slimme financieringsconstructie waarmee we onze publieke ambities kunnen bereiken. Eigenlijk met hetzelfde geld wat meer doen. In de laatste jaren, mede door alle bezuinigingen, zie je eigenlijk steeds vaker dat er wordt gekeken van: kunnen wij onze publieke voorzieningen realiseren zonder zelf de financiering aan te trekken? Kunnen we die verantwoordelijkheden niet overdragen naar marktpartijen? Nou, of je daar nou de financiering bij moet stoppen bij die verantwoordelijkheden die je overdraagt aan marktpartijen of niet, dat is een keuze en afweging die je per project moet maken. Maar ik kan jullie wel in dit webinar toelichten waarom erover wordt nagedacht en welke redenen er zijn om dat te overwegen. Dan kom ik eigenlijk al vrij snel in dit webinar bij het derde onderwerp. Dat zijn het overzicht van de contractvormen. En dat is ook wel de kern van dit webinar. En dan zijn er eigenlijk 5 items die ik eventjes met jullie wil langslopen. De organisatievormen, bouworganisatievormen, contractvormen, de vraagspecificatie, traditionele bouworganisatievormen en geïntegreerde bouworganisatievormen. En het eerste onderwerp, of die eerste 2 items, bouworganisatievormen en contractvormen, dat zijn termen die heel vaak door elkaar heen worden gebruikt. En dat zal ook zo blijven, maar toch wil ik het 1 keer eventjes wel goed even uit elkaar halen. Een bouworganisatievorm is eigenlijk de manier waarop je in de aanbesteding de verantwoordelijkheid overdraagt aan een marktpartij voor het bouwen of het ontwerpen of het onderhouden van iets wat je gerealiseerd wil hebben. En dat kan je doen door dat in aparte contracten te doen, apart iemand die een ontwerp maakt en apart iemand die een ontwerp realiseert door het te bouwen. En je kan ook contractvormen, dat soort verantwoordelijkheden samenvoegen en dan kom je op een geïntegreerde bouworganisatievorm. Ik kom er zo meteen nog eventjes op terug.
Want het grote verschil met een contractvorm is dat een contractvorm is eigenlijk de juridische vastlegging hoe je als opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaat. En dan moet je eigenlijk nadenken over het juridische document wat wordt ondertekend, waarin staat dat de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt om iets te bouwen. En daarin is eigenlijk helemaal vastgelegd welke juridisch-administratieve voorwaarden er allemaal zijn en hoe dat precies, hoe dat juridisch geregeld is. En dan moet je dus denken aan termen als de UAV of de UAV-GC, dat is dan de uniforme administratieve verantwoordelijkheden voor geïntegreerde contracten. Daar staat die afkorting UAVGC voor. Dat zijn eigenlijk, officieel zijn dat de contractvormen. En de bouworganisatievormen, dat zijn dus de DB-contracten, DBM-contracten, bouwcontracten. In de regel zul je zien dat die termen heel vaak door elkaar heen worden gebruikt. En eigenlijk in de titel van dit webinar ook al. En dit webinar gaat met name om de bouworganisatievormen in de pure zin. En ik ga dus jullie toelichten welke verschillende bouworganisatievormen je hebt. Maar weet dat dat vaak verward wordt met contractvormen. En dat contractvormen dus officieel de juridische onderbouwing is daarvan. Dan hebben we nog de vraagspecificatie. Als er een project wordt aanbesteed, zijn er eigenlijk drie typen documenten, juridische documenten, die aan de aannemer worden gestuurd. Er wordt een selectieleidraad en een aanbestedingsleidraad gestuurd. Die regelt eigenlijk van hoe ga je met elkaar om gedurende de aanbesteding. Uiteindelijk wordt er één partij geselecteerd. En die partij betekent een basisovereenkomst. Meestal is dat dan een UAVGC basisovereenkomst. En dat is eigenlijk het contract, de juridische basis van het contract. En als derde element zit erbij een vraagspecificatie. Daar is vastgelegd, wat wil je nou precies hebben? Traditioneel wordt dat heel vaak gedaan in de vorm van een RAW-bestek. En een RAW staat voor de rationalisatie, automatisering, GWW. Maar in ieder geval komt het erop neer, het is de uniforme manier waarop de bouwsector met opdrachtnemers communiceert eigenlijk over een bouwopgave. In de geïntegreerde contracten zie je steeds vaker, in de nieuwe contractvormen, dat er functionele uitvraag wordt gedaan. Dan wordt er eigenlijk niet meer omschreven van, wij willen een snelweg hebben en de rijbaanbreedte moet 3,30 meter zijn. Maar dan wordt er gezegd, wij willen een weg hebben, een verbinding tussen stad A en stad B. En die moet conform alle normen en richtlijnen die er zijn worden gerealiseerd. En die normen en richtlijnen, daarin is vastgelegd dat een snelweg altijd tussen de 330 en de 340 breed moet zijn. De kern waar ik in dit webinar over wil hebben met jullie, dat is dus die bouworganisatievormen. En dan kom ik bij de twee laatste bullets. Dan zijn er de traditionele bouworganisatievormen en de geïntegreerde bouworganisatievormen. En als we nou hebben naar de traditionele bouworganisatievormen, dan kan ik het misschien het beste toelichten aan de hand van een voorbeeld. Stel, ik ben betrokken geweest in een gemeente bij een schoolgebouw wat gerealiseerd moest worden. En het meest traditionele vorm waarop je dat kan doen is dat een gemeente een eigen ingenieursbureau heeft. En dat eigen ingenieursbureau de opdracht krijgt om een schoolgebouw te ontwerpen of te laten ontwerpen. Maar laten we er even van uitgaan dat die gemeente in kwestie een eigen ingenieursbureau heeft. En die werken eigenlijk een bestek uit hoe het schoolgebouw eruit moet zien. Vervolgens wordt er een aannemer geselecteerd die het gaat bouwen. Het schoolgebouw wordt opgeleverd en wordt overgedragen aan het schoolbestuur. En het schoolbestuur neemt eigenlijk het beheer en onderhoud van dat gebouw op zich. Dus op die manier heb je eigenlijk alle fases die je doorloopt om een gebouw te realiseren vanuit je eigen opdrachtgever georganiseerd. De volgende is, en dat staat hier als basisorganisatievorm, is eigenlijk dat je als opdrachtgever een ingenieursbureau inhuurt of een architect inhuurt die voor jou, in je opdracht van jou, een ontwerp maakt voor een schoolgebouw. En vervolgens ga je weer op dezelfde manier verder, dat je het laat bouwen en het laat onderhouden en het schoolbestuur zoekt zelf uit wie ze daarvoor in de hand nemen. Kern bij die basis of bij die traditionele bouworganisatievormen is dat er dus apart iemand is die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, apart iemand die verantwoordelijk is voor alles wat met de bouw te maken heeft, apart iemand die verantwoordelijk is voor alles wat met beheer en of onderhoud te maken heeft. En de belangrijke stap die je dan kan maken is van, zou het nou niet slim zijn om één partij te vragen om slimmigheden in te brengen en verantwoordelijkheden op zich te nemen voor meer dan één van die activiteiten. Een heel mooi voorbeeld is eigenlijk
een engineering- en constructcontract. Als er een ontwerp wordt gemaakt, dan wordt dat vaak vertaald in een bestek. En in dat bestek is eigenlijk uitgelegd welk materiaal je moet gebruiken. Welke kozijnen er in het schoolgebouw worden gebruikt. Of welk materiaal er op de vloer wordt gebruikt. Of welke baksteen wordt gebruikt. En het komt best nog wel vaak voor bij aanbestedingen dat een aannemer die dan het bouwcontract moet doen op basis van dat bestek wat is opgesteld, die zegt, ja, die baksteen die jullie hebben uitgekozen, die kan ik wel kopen, maar die is hartstikke duur. Ik weet een veel goedkopere baksteen. Ja, sorry, staat nu in het bestek dat je deze baksteen moet gebruiken. Dus er zijn eigenlijk best wel wat optimalisaties mogelijk die je niet kunt benutten op het moment dat er iemand anders een bestek maakt dan degene die het gaat bouwen. Nou, dat noemen we eigenlijk een engineeringsprikkel die je in het contract kan inbouwen. En dan integreer je, daarom de term geïntegreerde bouworganisatie vormen, dan integreer je het ontwerpen, of het engineeren, het detailontwerp met het bouwen. Je kan nog één stap verder gaan. En dat is eigenlijk dat je ook het globale ontwerp integreert in de opdracht. Dus dat je iemand vraagt van, ontwerp voor mij een schoolgebouw, zorg ervoor dat je het detailontwerp daarvan doet en zorg dat je het bouwt. Dan hebben we het over een DB-contract, een design- en beeldcontract. Ik kan nog één stap verder gaan. Je kan ook vragen of iemand, behalve dan dat ontwerp en die uitdetaillering en het bouwen, of die ook niet het onderhoud wil doen. En dat noemen we vaak de onderhoudsprikkel. En ik kan ook wel weer een voorbeeld geven waarom dat interessant kan zijn. Op het moment dat er een bouwer is die de keuze heeft in de materiaalkeuze tussen goedkope dakbedekking die aan de eisen voldoet, of dakbedekking waarvan je zeker weet dat die 20 jaar lang geen onderhoud nodig heeft. Je wordt geselecteerd op basis van prijs. Dus de prikkel is dan om te kijken van, ja, hoe kan ik de goedkoopste prijs bieden? Dus je kiest het materiaal wat nog net aan de eisen voldoet en dat ga je toepassen. Op het moment dat je ook 20 jaar verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, dan moet je dus ook terugkomen op het moment dat er lekkages zijn. Dan ga je geen risico nemen en dan ga je dus waarschijnlijk een iets duurder materiaal gebruiken als je denkt dat dat kostenbesparingen met zich meebrengt als het eenmaal is opgeleverd. Nou, dat noemen we de levenscyclusoptimalisatie of de maintainprikkel. En die zit er vaak achter om te kiezen voor een DBM-contract, een design, build en maintaincontract. We kunnen nog een stap verder gaan en dan komen we in de categorie publiek-private organisatievormen. Publiek-private bouworganisatievormen. En daar worden vaak de afkortingen bij gebruikt DBFM of DBFMO. En dan wordt er niet meer betaald op basis van voortgang, ik kom daar zo meteen nog op terug, maar dan wordt er betaald op basis van beschikbaarheid. En dan wordt er een schoolgebouw gerealiseerd conform functionele eisen. En alleen op het moment dat het schoolgebouw volgens die eisen beschikbaar is, wordt er betaald. Ik krijg een vraag binnen, dus die ga ik eventjes voorlezen. Bouworganisatievormen, daar gaat die vraag over. Nou, daar heb ik het nu ook over, dus dat komt goed uit. Kunt u een voorbeeld geven van een bouworganisatievorm waar planvorming bij de markt ligt? Ja, dat is inderdaad een bouworganisatievorm die nou, zo nu en dan nu zichtbaar wordt. Marktpartijen worden soms ook gevraagd, en dat hoort eigenlijk bij de categorie geïntegreerde bouworganisatievormen, om ook in de planvorming betrokkenheid te tonen. Een mooi voorbeeld is het project Knooppunt Hoevelaken. Daar heeft Rijkswaterstaat, behalve het design en beeld, voor het reconstrueren van het Knooppunt Hoevelaken. Bij Amersfoort ligt dat, dus de kruising van de A1 en de A28, als ik het goed heb. Maar de aannemer is ook gevraagd van, help ons bij het opstellen van het planologische plan wat daarbij hoort. Bij het planproces, het tracébesluit. En de gedachte erachter is dat als de aannemer slimme optimalisaties weet in de ligging van het tracé, of dat je, of je ergens een viaduct of een tunnel maakt, als die daar slimme oplossingen voor heeft, dan kan je dat vastleggen in dat tracébesluit, in het plan wat er juridisch vastgelegd moet worden met de omgeving. En dan kan je eigenlijk kostenbesparingen realiseren of een snellere bouwtijd realiseren. Maar in veel gevallen blijken dat soort optimalisaties niet mogelijk te zijn, omdat het ruimtelijk kader waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden al is afgesproken met de omgeving. Nou, door de aannemer te betrekken bij die planvorming hoop je dus eigenlijk dat soort optimalisaties wel mogelijk te maken. Nou, de ervaring zal gaan leren hoe dat bij Knooppunt Hoevelaken uitpakt. Het project is nu aanbesteed en de aannemer is nu daar betrokken bij het tracébesluit om daar een zo slim mogelijk uitvoerbaar tracébesluit te realiseren.
Ik kom zo meteen nog terug op die publiek-private bouworganisatievorm. Ik wil nog even stilstaan bij de overige bouworganisatievormen. Dat is een categorie waar de laatste jaren ook best wel veel in gebeurt. En dan hebben we het over alliantiecontracten of joint ventures. En het zijn eigenlijk bouworganisatievormen waar op dit moment nog niet ontzettend veel ervaring mee is in Nederland. Allianties worden op dit moment bijvoorbeeld uitgetest door een waterschap, Noorderkwartier, die bij de Markermeerdijken in Noord-Holland, die versterkt moeten worden in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma, hebben gekozen voor een alliantie. En dat betekent eigenlijk dat de bouwer, of de contractpartij die daar design, build en maintain verantwoordelijkheden draagt, een aantal risico's, en in dat geval van de Markermeerdijk best wel veel risico's en verantwoordelijkheden, samen met het waterschap uitvoert. Vaak kies je zo'n alliantie ook als er best wel lastige, ingewikkelde opgaves zijn, waarbij je echt allebei de kennis van zowel de opdrachtgever als de opdrachtgever nodig hebt. Of opdrachtnemer nodig hebt. Joint ventures, dat is een andere vorm. Dan ga je eigenlijk een gezamenlijke rechtspersoon oprichten. En dan ben je ook allebei aandeelhouder. En dan deel je het verlies en de winst als het goed gaat of als het slecht gaat. Dat is een contractvorm die best wel vaak is toegepast in de gebiedsontwikkeling. Waarbij gemeentes en bouwers zeiden van nou, we hebben grondposities, als we die nou bij elkaar stoppen en we gaan een nieuwe woonwijk ontwikkelen, dan delen we de winst als die grond meer oplevert dan we hadden gedacht en we delen het verlies als die grond minder oplevert. Dit is een overzichtje van de verschillende contractvormen, waarbij je zou kunnen zeggen, dit zijn contractvormen op basis van publieke financiering. De opdrachtgever zorgt ervoor dat er geld wordt geleend en dat de opdrachtnemer met dat geld periodiek betaald krijgt voor zijn werkzaamheden. En je ziet eigenlijk dat er dan toch al geïntegreerde contractvormen kunnen zijn. Traditioneel heb je dus apart een opdrachtnemer A voor het ontwerp, een opdrachtnemer B voor het bouwen, opdrachtnemer C voor het onderhouden en opdrachtgever D voor het beheer, voor de operations. Maar je kan inderdaad combinaties maken met design en build en design, build en maintain, waardoor je maar 2 of 3 of misschien zelfs maar 1 opdrachtnemer heb. Ik ga even 1 plaatje overslaan. Ik ga even naar deze toe. Want bij die publieke financiering hoort eigenlijk ook het traditionele betaalritme. Dat betekent dat de aannemer, de opdrachtnemer, wordt betaald op basis van de kosten die hij maakt. Dus als er kosten zijn in de bouw of voor het maken van het ontwerp, wordt dat afgerekend, schouw je kosten in rekening brengt. Vaak gebruik je dan termijnbetalingen. En als er in de exploitatiefase onderhoudskosten worden gemaakt, dan betaal je er ook gewoon, als die kosten worden gemaakt, betaal je die. Dan ga ik weer even terug naar deze. Dit zijn de contractvormen met private financiering. En dat betekent eigenlijk dat de private partij wordt gevraagd, zorg voor de voorfinanciering. Ik vertelde aan het begin van dit webinar over de trend dat er steeds vaker nu wordt gekeken van, kunnen private partijen niet de financiering regelen van een publieke voorziening die we nodig hebben. En dan betaal je eigenlijk op basis van het beschikbaar zijn een soort huurbedrag. Dat zijn deze contractvormen die daarbij horen. En je ziet dan ook steeds dat er in dat overzichtje financiering ook staat. Dus de opdrachtnemer zorgt ook voor die financiering. Je ziet er ook een term staan, ESCO. En ESCO staat voor een Energy Service Company. En met het oog op de tijd sla ik even 1 sheet over. Dus ik ga nu toch eventjes naar dit verhaaltje over dat betalingsmechanisme. Dit is het betalingsmechanisme wat hoort bij die financiering die door private partijen wordt geregeld. Je gaat dan namelijk de aannemer, de opdrachtnemer, vragen van ga lekker voor investeren in het ontwerp en in het bouwen. En pas als het schoolgebouw of de weg helemaal beschikbaar is, conform de eisen die ik heb gesteld, dan ga ik een beschikbaarheidsvergoeding betalen. En die zou je kunnen beschouwen als een huur. En eventueel aangevuld met services in het gebouw die je ook uitgevoerd wil hebben. Zoals het onderhoud of beveiliging of schoonmaak. Dat is afhankelijk van het type project. Heel belangrijk is, als het niet conform de eisen beschikbaar is, wordt er minder betaald. En dan heb je dus eigenlijk een probleem met de afbetaling van je financiering. En dat is ook de reden dat er wordt gezegd dat als je gaat betalen op basis van beschikbaarheid of op basis van huur, dat er veel meer zekerheid is dat die prestatie wordt geleverd. Dit is een heel mooi voorbeeld van zo'n prestatiecontract. Dit is de ESCO Rotterdamse Zwembaden.
Een jaar of drie geleden is dit aanbesteed. De gemeente Rotterdam wilde toen 7 zwembaden verduurzamen. En heeft een marktpartij gevraagd om dat te doen. De gemeente Rotterdam zei, de komende 10 jaar betalen wij gewoon de energiekosten en de onderhoudskosten die we nu hebben voor die zwembaden. Maar, marktpartij, als je weet een slimme manier om onderhoudskosten en energiekosten te besparen, doe dan een investering, zorg dat je die gefinancierd krijgt. En die kan je dan terugbetalen uit die besparingen. Nou, dat werkt uitstekend. Uiteindelijk heeft dat opgeleverd dat er een ESCO is geselecteerd die 31% bespaart eigenlijk op de energiekosten. Dus de gemeente kan inderdaad die zwembaden verduurzamen. En die ook nog bespaart op de onderhoudskosten. Er zit ook minder chloor in het water. En het kost de gemeente Rotterdam niks. Want ze betalen alleen maar als die prestatie inderdaad wordt geleverd. Nou, dit is een voorbeeld. Je zou het een PPS kunnen noemen. Je kan het ook een energieprestatiecontract noemen. Maar in ieder geval, er is private financiering. En er wordt betaald op basis van die prestatie. Dit is de manier waarop dat dan gebeurt. En dit is eigenlijk precies dezelfde manier waarop de grote PPS-contracten ook zijn ingericht. Dit ging om een investering van een pakkenbeet 3 miljoen. En de grote PPS-contracten van Rijkswaterstaat of van de Rijksgebouwdienst gaan over 25 tot 500 miljoen of nog meer. In alle gevallen wordt er eigenlijk een bank gevraagd om vreemd vermogen te verstrekken. De aannemer of de aannemerscombinatie, die moet eigen vermogen inbrengen. En die heeft zijn eigen onderaannemers en zijn eigen dochterbedrijven die het werk uitvoeren. En dat wordt allemaal eigenlijk gedaan in opdracht van een heel klein bedrijfje, een energy service company. En deze heet dan hier in dit voorbeeld ESCO Invest. Dan kom ik alweer, want ik zie dat de tijd flink doortikt en we hebben nog 7 minuten. En ik wil toch jullie eventjes nog meenemen in voor welk resultaat moet je nou bij welk contract zijn. Nou, uiteraard kan ik in een half uur niet alles vertellen. Wat ik eigenlijk nu vertel staat simpelweg of staat uitgebreider beschreven in het afwegingskader geïntegreerde contracten. Wat is opgesteld in opdracht van Piano en het programmabureau van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus dat is ook van toepassing voor projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma of geïllustreerd aan de hand van projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Eenzelfde afwegingskader zal binnenkort verschijnen over afvalwaterzuiveringsinstallaties, dus ook weer voor de waterschapssector. En je zult zien dat de systematiek die daarin wordt toegelicht behoorlijk op elkaar lijkt. Alleen de illustraties zijn uit de sector waar die betrekking op heeft. Dus dit is een heel handig naslagmiddel om te gebruiken als je voor een opgave staat om voor een opgave een contractafweging te maken. Je kunt dit vinden op de website van Piano, je kunt het vinden op de website van de Unie van Waterschappen en ook van PPS Support. Nogmaals, eventjes voor welk resultaat moet u... Oh, ik heb een vraag gekregen, die ga ik ook eventjes voorlezen. Het betalingsmechanisme. Ik ben bij een light project. Wacht even. Kan er een mix ontstaan van traditionele betalingsmechanismen en een PPS-betalingsmechanisme? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Dat is een aspect dat ik bijna vergeet te vertellen. Op het moment dat je een opdrachtgever vraagt om zelf de financiering te regelen, kan je hem vragen om alle financiering te regelen. Dan wordt die financieringsprikkel wordt best wel een opgave. Je kan ook, en dat wordt vaak benoemd met PPS Light, je kan ook kiezen voor een iets kleinere prikkel. Dat je een stukje van de betalingen doet als een beschikbaarheidsvergoeding. En een groot deel van de betalingen doet direct bij oplevering. Dus dan maak je eigenlijk een soort mix van die traditionele betaling en de beschikbaarheidsbetalingen. Dus dat is zeker mogelijk. En dat gebeurt ook best wel... Er zijn een aantal voorbeelden, de landingsbaan Eelde van het vliegveld Eelde is daar een heel mooi voorbeeld van waar dat is toegepast. Dan ga ik weer even terug. Voor welk resultaat moet er bij welk contract zijn? Nou, ik heb net wat voorbeelden aangegeven dat er een prikkel is om de bouwer te betrekken bij het engineeren van het contract. Bij wat voor soort contractvormen kan je dat toepassen? Nou, hier zie je eigenlijk met die kruisjes dat kan bij een engineering- en constructcontract. Dat ook kan bij een design- en beeldcontract. Dat ook klant bij een plan, design en beeldcontract of een beeld en maintain contract of een design, beeld en maintain contract. Wat me hier ook opvalt in dit overzicht dat je hiernaast ziet, is dat EC en EB, dat zijn termen die nog wel eens door elkaar worden gebruikt. EC staat voor
engineering en construct. En EB staat voor engineering en beeld. In principe is dat precies hetzelfde. Of in ieder geval, er wordt hetzelfde mee bedoeld. Hetzelfde geldt voor design en construct, DC, en design en beeld. Zoals jullie hier zien, is eigenlijk de meest vergaande vorm van geïntegreerde contracten is zo'n DBFMO-contract. Omdat je dan en een engineeringsprikkel en een designprikkel en een, nou, een planprikkel niet, maar wel een onderhoudsprikkel en een beheerprikkel en een prestatieprikkel allemaal kunt integreren. En wat je in dit overzichtje ook ziet, en dat wordt wat beter toegelicht in het afwegingskader, is dat je ook nog aanbestedings- en betalingsprikkels hebt. Die staan hier in het blauw in dat schermpje. Die kan je eigenlijk bij de meeste contractvormen ook toepassen. Maar dat noemen we eigenlijk niet meer geïntegreerde contractvormen, maar eigenlijk slimmigheden die je in de aanbestedingsprocedure of in het betalingsritme kunt toevoegen. In het afwegingskader voor geïntegreerde contracten proberen we eigenlijk alle ambities en risico's die er voor de opdrachtgever zijn te benoemen en te kijken welke prikkel er aantrekkelijk is om dan toe te voegen in een contract. Dat kan zijn de planprikkel. Nou, in dit geval van dit voorbeeld is die rood. Hè, dat zie je hiernaast. Dus die wordt niet interessant gevonden, maar bijvoorbeeld de designprikkel en de engineeringsprikkel, die zijn groen, die worden interessant gevonden. Die worden vervolgens in het afwegingskader afgezet tegen de randvoorwaarden die je, waarbinnen je als opdrachtgever werkt en waar je de opdrachtnemer mee wegstuurt. En het kan zijn dat de randvoorwaarde is dat er helemaal geen wil is om onderhoud over te dragen aan de marktpartij. Je hebt een eigen onderhoudsorganisatie en je wil die absoluut niet minder taken geven. Nou, dan kan dat knopje op rood vanuit de randvoorwaarden. Er is geen vrijheid voor de aannemer om iets te optimaliseren met betrekking tot het onderhoud. Dus dat zou je dan ook niet in het contract kunnen stoppen. Ondanks dat het vanuit ambities en risico's interessant kan zijn. Nou, het afwegingskader probeert op deze methode te helpen met het afwegen welke contractkeuze nou het meest interessant is. Ik denk dat jullie dat er echt eens een keertje bij zouden kunnen pakken om het eens te proberen voor je eigen project. Ik kom nu bij de afronding van dit webinar. Ik ben begonnen met te vertellen dat veel publieke investeringsprojecten kampen met tijds- en budgetoverschrijdingen. En dat er vaak wordt gekeken of het niet mogelijk is om met expertise vanuit de markt proberen risico's te beheersen, tijdsoverschrijdingen, kostenoverschrijdingen in de toom te houden en slimme oplossingen te verzinnen waardoor je meerwaarde kunt realiseren. Nou, om dat te doen kom je uit bij bouworganisatievormen en contractvormen, termen die vaak door elkaar gebruikt worden. In feite hebben we nu vooral gekeken naar bouworganisatievormen, van welke verantwoordelijkheden in het keten van werkzaamheden om een bouwproces of om een gebouw te realiseren of een weg te realiseren, welke kan je bij elkaar voegen. Dat noemen we geïntegreerde contracten. En die geïntegreerde contracten prikkelen vaak, daar zitten prikkels in om meerwaarde te creëren voor jou als opdrachtgever. En dat werkt vooral goed als er vrijheidsgraden zijn voor die opdrachtnemer, voor die marktpartij, om zijn expertise in te zetten en slimme oplossingen te geven. Ik besef dat zo'n webinar als dit best kort is om dit allemaal heel goed toe te lichten. En dat het ook heel prettig kan zijn om behalve de sheets die jullie nu hebben ook nog eventjes te bladeren. Nou, dan kan ik jullie aanraden om dat afwegingskader geïntegreerde contracten van het hoogwaterbeschermingsprogramma te benutten. En binnenkort het afwegingskader voor afvalwaterzuiveringsinstallaties. Want daarmee kan je je inzicht nog verder vergroten in die contractvormen, in voorbeelden van toepassingen van die contractvormen en de werking van de prikkels en de afweging die je moet maken tussen ambities, vrijheidsgraden en randvoorwaarden. Daarmee kom ik tot een afronding van dit webinar. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. En mochten jullie nog vragen hebben die je nu even niet zo snel kon formuleren, ook omdat je wilde blijven luisteren naar mij, dan kunnen jullie die op de mail zetten. Dan zal ik daar met alle plezier nog antwoord op geven. Jullie zien hier ook de link naar Piano. Daar kunnen jullie heel veel achtergrondinformatie ook vinden. Dat kan ik jullie zeker aanbevelen. En rest mij niks anders dan jullie nogmaals te bedanken en een prettige middag toe te wensen. Tot ziens.